dames en heren. We brengen u vanavond in een opera in 3,5 bedrijf. Het speelt zich af, heel vurig op de bühne. Je kunt dus allemaal rustig blijven zitten. Het gaat over een over twee ridders en één meisje. Dat meisje dat zit ook in de zaal en dat kan ook rustig blijven zitten. Wij gaan samen heel wie druk in de hysterie. Tot in de tijd hoe de boeren mensen de krotten nog met de blote hang moesten dunnen. Toen was er een ridder, de hedje Geitwiel Schiethoes. En hij was verliefd op het zuster van ridder Schoopjo Puddingvot. En wie zich dat heel liefdesdrama heeft ontwikkeld, zul je nou op staande voet gaan ervaren. Dank u. Ik ben gek op Marietje, Winstriet. Ik ben gek op Marietje. Ja, ik ben gek op de schoenen nekker op die moederbelek van die Marietje. Oh, ik weet
ik mis geen rood. Ja, dat wordt hier halen kloot. Dadelijk is Marietje kwoot. Ik heb geen toverlood. Ziet u dadelijk nog gevoot. En dat ving ik, en dat ving ik, en dat ving ik, en dat ving ik, en dat ving ik toch zo rood. Waar is de zwaar? Sliep me kniep, want dadelijk giet erop. Of nooit! Dan maar nooit! Halt! Lafarge!
Mijn wraak zal van den zoetachtige zijn. Hoe heb ik mij op dit ogenblik verheugd? Ik heb misschien waar, maar ik vind er niks aan. Aha. Nu loopt een beker over. Kijk terug met mijn inschatten. Hier ben ik. En weg ben ik. O, gij onnozel oliebalken. Gij piept van de benauwdigheid. Piep? Nee, dat is in de pleitje los liggen. Gij steekt dan gek met mij. Wel aan dan, zie hier, ik doorboor u. Je gaat niet op met dat kuntje mij ook niet aan waar. Daar, wat is uw laatste wens? Vrouw, het spel van daar tot het meer leeft. En
zweert. Want dan vreugd je aan de wethouder van economische werken. Wie het giert met zijn hinnen en zijn werken. En dan vreugd je aan de burgemeester. Voor zijn oepenbein een nieuwe pleister. En dan vreugd je aan de wethouder van publieke zaken. Hoe dat hij zich in België het beste kan vermaken. En dat vreugd je dan. En hij kijkt jou bij zo slim wie een goos. En daar zit je dan. En daar knikt je dan. Met een kop wie een verkeus bloos. Want Valentine Spiegeldroom. Aan het rotslid van der Lappe. Of dat hij zich op zijn kop weet dappen. En dan vreugd je aan de commissie van BNW. Hun een oude deksel voorop is dat hoeswc. En dan vreugd je als ze chic zitten te eten. Of ze even willen wachten. Omdat hij zijn gebit is vergeten. En dat vreugd je dan. Met een gezicht wie een Sint-Maarten schrot. En daar zit je dan. En daar knikt je dan. En een hele rode lacht zich kapot. Want. Valentine Spiegeldrood zit in de gemeente rood. Die heel slim te kieken, wee een peert. En wat hij vreugd is ook niks. En dan vreugd je aan de commissie van vuurlichting. Wie het zit met zijn achterverlichting. En dan vreugd je of Frans hem een hand in de rug weet gooien. Want hij is al meer als 14 dagen verkooien. En dan vreugd je of ze even willen staken. En dat hij nou achter moet een hekje kon maken. En dat vreugd je dan. En hij kijkt overal in zijn boek zie het gedoog. En daar zit je dan. En daar liet je dan. Af en toe ene stiekem goed. Want Valentine Spiegeldrood zit in de gemeente rood. Die slim te kieken wie een peer. Anties, daar zit je neven, een sloetspan, want zijn rit hier het begeven. En
en dan vreugd je wat die gaat er zin in de stoepen. Zin die de deuntjes in de lotte poepen. En dan vreugd je of ze de rest van de stukken niet kunnen bewaren. Want hij zoei nog heel een petje gewoon biljarden. En dat vreugd je dan. En hij kiet al was het de burgemeester zelf. En daar zit je dan. En daar knik je dan. Het was een goeie verbieder rood van elf. Straks oes Limburgs lentje, oes Limburgs oei gon heiten. Dan ligt het niet aan uch, maar dat weer wil weten. Als een hoge lira en een hiele liege. We hebben in de stad Maastricht oes aanstelling gekregen. Van amateur naar professor, en professor is Wies. En Wies is slim, en slim niet lomp. Nou wij hebben het precies. Geacht auditorium. Als magnifieke rector heet ik onszelf hier hartelijk welkom. Gij weet, de universiteit in Oost-Limburgs landje is nog niet van de grond, omdat ze in Den Haag aan de grond zitten. Maar dankig de koekoek, dat is boerenbedrog. Half Nederland loopt in de WW. 12 ambachten, 13 werkelozen. Ze leven van de hand in de bijstand. Dank u. Gij zult ons vragen en ons aardgaast dan. Nou, in Den Haag kieken ze niet witter dan hun gaas lang is. Dus in Den Haag rooien vezen aan. Gooit nou de universiteit, daar leer je heel wat slummigheid. Wie een prof, 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 slaat je met lof. Lof, lof. En ergens in Den Haag zijn de pieren zo traag. Want morgen is weer een dag. De hoogste hoge leraar moet godsdienstigheid dosieren. Wee water bij de winterdoon kan hij u glieren. Maar wie vuist hij aan Adam, aan Job of de drie wijzen. Dan moet hij op het matje komen bij Monsignor Gijzen. Want Monsignor weet al je sleur. En ook dat is antiek. Antiek is chic. En chic zijn wij. En toch nog katholiek.
auditorium. In deze lezing van de godsdienstigheid moet ik uitgaan van de stelling: Roemer is de as hoe alles een breekt. Maar als de as breekt, valt de kerk. Daarom heeft Roemer hier een bisschop benoemd, die vroeger al kapelaantje de voorste was. En als ik zeg vroeger, dan bedoel ik de tijd dat alle bestuurs nog dikke vriend waren. De geestelijkheid was geweldig, maar het vlees was zwak. Maar nu vallen ze weer af. Ze hebben ook niks meer in de kelk te brokkelen. Want de bisschop heeft voort bij de stukken die je maakt. En daarom speciaal voor onze monseigneur. Gooit nou de universiteit, daar leer je heel wat slimmigheid. Weet een prof, 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 slaat u met lof, lof, lof. Wie de kleine niet heert, is de grote niet weert. Zo is het ook nog een keert. Aan ieder universiteit zien doktersfaculteiten. Daar leer je wee de knutskes en de derm heten. Daar leer je spuitjes zitten in billen en in dijen. Het beste kun je leren wie je mensen uit kunt kleien. Want dokter Geld is smarte geld, en smarte geld doet pien. En pien is au, en au is oe. Nou wel je het misschien. Geacht auditorium, papa, na het hoor je. Bestum medicinorum. Pappen en naadhooien is de beste medicijn. Laat ons uitgaan van de praktijk. En wel van de tandheelkundige praktijk. Ik kreeg last op mijn spreekhoor. Een tang van een wief met hoog op het tang. Nog te voelen hem met een tang aan te pakken. Ze haai een bakbeest van een baktand op een gebakje kapot gebieten. Een gebakje met peren. En daar zoot ze met de gebakken peren. Ik zeg ik, door bakken ze zo op. Maar ze die geen moel op. Ze zoot hem er. Met een moel vol tang. Ik kon er niet aan den tand vullen. Ik zag niks. Gewoon voor de rekening. En ze betaalde met lang tang. Ik zeg zo. Als je te vul is, dan moet je nog tangen laten zien. Maar wij nog geen jongen. Gooit naar de universiteit, daar leer je heel wat slimmigheid. Wee een prof, 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 slaat je met lof, lof, lof.
Wat de dokter niet weet, is dat hij weg vergeet. De zieke heeft wel verdriet. Een sfeer van oerstudenten, van den oeie waar vertellen. En wil het soms wat grunt, dan pas maar op uur tellen. Wij hoger een leraar, wij dieper hij kan vallen. Als hij in zijn colleges over nuttigheid zou kallen. Want maaksigheid is bloedigheid. En bloedigheid is vies, en vies is bah, en bah is beks. Noem wij je het precies. Geacht auditorium, als professor in de seksepimologie. Zo ik mij vandaag willen beperken tot het verschijnsel seksepimologie op de televisie. En als voorbeeld neem ik dan een heel bekendje televisierik, Barend S. Als ik de laatste ontwikkelingen op de televisie zo volg, dan mag ik wel zeggen, wie later op de avond, wie bloedt er volk. En Barend is niet voor één naakschaat te vangen. Want hij stiert niet in zijn hummer. Maar al is die Barend nog zo snel, de minister grijpt hem in zijn vel. Maar als het bloed het hoogst is, is de VPRO nabij. En daarom één grote boodschap verwarend. Gooit naar de universiteit, dan leer je hier wat slimmigheid. Wie een prof, 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 sla je met lof, lof, lof. Want de ene zijn bloed, is die Barend zijn brood. Wat is hij mij toch in kloot? Een os van de liefster
Hoe moet het nou toegaan? Waarom heeft Paulus om Paulum os
de Heeren op de smartigheid betalen. Want we zitten zonder werk en klandizie. En dat ligt dit keer niet aan de televisie. We gooien op boom. Jojo, wat daar, we zijn hier om niet van poppenlappen. Daarom, ja. Weet die wonder, halleluja. Nou zit je zonder in de gloria. Dit is ons om het even, we gaan niet nemen. Want Sint-Antonius, de wil je ene geven. Besloten de cultuur Suriname in heel de Nederland rond bazuin. Ook een klein beetje in België. Dank u wel. Zo gezegd, zo gesproken. En als minister van cultuur, schappelijk werk en de kleine zaken van de Suriname heb ik gedacht, wie kan beter rondbazuin die cultuur van de Suriname als een minister van cultuur en die hele rotzooi erbij. Zo gezegd, zo gekomen. En hier zijn wij dan met de cultuur origineel Suriname. Dank u wel. Suriname is oh zo mooi, vind je meer als dungelrooi. En de zon steekt op je vel, weet je meer als in ons spel. Oh, ik hoor zo van Curaçao, want daar woont mijn vrouw in de hut gewoon. En de kinderkroos eet de appelmoos uit de blikken doos waardeloos. Suriname, mooie land. Mooie land. Hebben niet voor en niet achterkant. Achterkant. Suriname, kakkerlak. Print een mikkendak op de hakendak. Vulgen kwak en kalekak.
Dames en heren, ik zal vertellen je nou een klein beetje cultuur van de Suriname. En de eerste cultuur zal zijn de cultuur van de kookkunst. Neem mij niet kwalijk dat de boek is een klein beetje aan de kant kapot. Ja, ik weet wel, het boek is ook een klein beetje aan de kapotte kant. En nu een recept van een origineel Surinaam gerecht, namelijk kaikook. Men neemt een pan en zet een pan op een vuur. In de pan een klein beetje klappermelk, maar ook klappervet. Dan zoeken naar ei in de bos. Als ze ei hebben gevonden in de bos, terug naar huis. Ei in de pan met de klappermelk of de klappervet. En laat maar pruttelen. Als ze ei klaar zijn gepruttelen, zijn dat originele Surinaamse kaikook. Dan komen olifant met de grote dikke kop en die vreet de hele kaikook op. Kun je zwem zonder veel kou, want de water is zo heet, dat je de barsten zweet. Kom het water met veel geklater, dan word je bruiner als bruine water. En lig je in het zand op het warme strand, zorg dat gas niet verbrandt. Suriname, Suriname, mooie land. Mooie land. En punt niet voor en geen achterkant. Achterkant. Suriname, Suriname, kakkerlak. Krimp en mikke zak op de hakken dak. Vul de kwak en kalakak. Ik dank je wel voor de mooie muziek. Dank u wel. Nu ik zal vertellen je een origineel Surinaamse sprook. Uit de vertelselboek. Bladzij 112. Kun je zelf ook opzoeken, ja. De naam van de vertelsel zijn Koen Zwartje en de Zeven Dwerg. Er was eens een mooie meisje die heette Koen Zwartje. Koen Zwartje heb stiefmoeder. En die zijn veel dik. Een beetje vet.
Als zij lopen door de bos, alles gaan van chipolata, chipolata, chipolata. Maar je zult ermee zitten met zo'n figuur, ja. Afijn, afijn. Dat is ook Suriname. Een stiefmoeder zegt tegen spiegel. Spiegel, spiegel, aan de wand, wie heeft mooiste figuur? Toen heeft spiegel gesproken. Koel zwart, je hebt mooie figuur. En doe jij maar vermageringskuur. Oeh, stiefmoeder, oh, zoveel boos. En ze jagen Koel zwartje weg in de bos. Want ze dacht zo. Wil de dier eten Koel zwartje, want ze zijn o zo lekker. Maar Koel zwartje komen bij de zeven dwerg en hebben veel lol. Als je stiefmoeder dat hoort, is ze o zo boos. En ze gaat door dat bos. Chipolata, chipolata, chipolata. En ze komen bij Koel zwartje en zeggen: oh, je lieve kieten, hier heb je lekkere banaan. Oeh, pikkel, wat gebeurt? Koel zwartje eet banaan en valt dood. Maar geluk, daar komt een oproofd. En ik kus een Koel zwartje op een mond en overal waar hij maar kussen kon. Koel zwartje was weer springleven en samen met de ophoofd terug naar huis. Ze gaan samen in de hut en wij hebben 14 dagen niet meer gehoord of gezien. Kan je nagaan wat daar allemaal gebeurd is? Surinam zijn lekker bruin, hebben kroeskop op een kruin en dan werken voor zijn brood. Hebben hij twee broertjes dood. Daarom komen naar Nederland, werken met de hand aan de lopende band. En dat valt niet mee, dus hij stopt ermee binnen een week of twee in wee. Is weer mooi geweest, ja. En nu, dames en heren, ik geef jou een blik in de mooie Suriname. Een blik.
nog meer blikken. Een andere blik. En weer een blik. Laat mij dat niet weer horen, ja. Allemaal geblik, Suriname. Eén blik appelmoes. Moment. Erwtensoep. Erwten erop. Twee stokjes. En een origineel Surinaamse steelpan. Wie biedt meer dan een kwartje? Niemand meer dan een kwartje. Dan ook hemzelf. Meneer, het is weer mooi geweest, ja. Maar zo, meneer, ja. Ruzie gehad met een droom nemen. En nu je lacht in de barsten. Thank you.
Poedersdik en Huppingen meer kringen. En over al die sextenten weg te zwiegen. Want die liggen tot op Kellenbe. Ik moet toch wel eens met een afwas gewoon helpen. En we weven voor Jannen dat deze hoe goed kan komen. En voor de mensen die hun jong Hollands leren kalmen. En we weven de bekering van een dolle mina. En dat de melk niet zo beurt bij de kampina. En we benen. En we wachten met een zucht en een vloek. Die hele gemeente rond. De koffie is al koud. Het is nog schön van de vlaaiende kook. Want in het roesten van de wind zoekt de netjes op een kreeg. Door de vreeën vlak het op de schoene bier te and
we Lamina nog eens een overwinning kunnen vieren. Want misschien kan ons leven hier met een goed wonger een klein gulke forceren. En wij ben je dat ze bij de raadaks niet meer hoeven te staken. En dat ze op een meren in zo hard stond te kaken. En wij ben je dat wie het met de zeskamp zal winnen. En dat broeder Boer het leed u dit gedoon bij de hinnen. En vind je mij. En we wachten met een zucht en een vloek. Geen gemeente roos. De koffie is al koud. Is ook zin van de vlaaiende koop. Want in het rooster van de been, zo Oh,
koelekkert. Jawel. Want wij worren dolle, dolle Nina's. Want wij zijn het mug, keukenmug. Om te schrobben, dweilen, kieren en te pensen. Des mergens al zo vrug. Wij gooien de kont voor de krub. Wij gaan bij de Dolle Mina's Club. Voor de Dolle Mina's Alap. Wij zorgen voor de Wichter. En dat is mij ingezoks. Le Wiek. Heeft zijn moel verbucht. En gaat er in zijn box. Je zit in zijn naaste vreugde. De kleine heeft zijn fles niet leeggezuikt. Daar staat er een te zumpen, want die heeft weer in zijn box gebukt. Heppa! Dus wij worren, dolle, dolle Mina's. Want wij zijn het mug, keukenmug. Om altijd te zorgen voor die snoterkuiken. Des mergens al zo vreug. Die manslui doen niks, dat is mich wat net. Daarom doen wij ons jong maar naar de krets. Voor de Dolle Mina's alla. De man sluit die gezworen. Denken steeds aan naaksigheid. De rug het liefste kort. De decolleté zijn noodste wijd. Wij zullen ze leren seksen. Wij worden zo plat als een plat dak. Dragen voortaan Maxi. En dan zijn wij juist in bonenstaak. O zoe. Want wij worren dolle, dolle Mina's. Want wij zijn het mug, keukenmug. Om te femelen, zwemelen, knoefelen en chansen. Des mergens al zo vrug. Wij vinden de pil de lekkerste snuik. En wij blijven de baas in eigen buik. Voor de Dolle Mina's.
Anna. Wij zijn geen echte vrouwlui, maar dat zag u al direct. Een mina mag eens dol zijn, maar altijd is toch wat dek. Wij zullen ze padomme leren, een hin dat is nog altijd geen haan. En hier onder dit ruksje hebben wij de box nog aan. Want die dolle, 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 dolle mina's, die zijn weer allang kotsmug. Al dat niezen breken en dat protesteren, blieft je niks doen met gooivug. Een vrouw is een vrouw, en als ik goed bedenk, is het toch een verrekke misleiding. Worden we de meisjes, alaf!